Ik weet, ik vond het toen een mindere kunstenaar dan Permeke, dat weet ik nog. Ik ben pas later, heb ik meer de kwaliteit van Chabot gezien. Maar dat zag ik toen niet. Na zijn verblijf in Zeeland keert Henk Chabot terug naar Rotterdam. In Bergsenhoek aan de Rotte, net buiten Rotterdam op de grens met Hilligersberg, vindt hij een klein dijkhuisje met atelier waar hij tot aan zijn overlijden in 1949 samen met zijn vrouw To woont en werkt. Henk had prachtig werk uit Zeeland meegebracht. Hij had er de Zeeuwse boer en de Zeeuwse vrouw geschilderd en in steen vereeuwigd. Het Zeeuwse land met zijn erwtenruiters als mede de zee. Ik was ervan onder de indruk wat Henk in een jaar had gemaakt. Wat een geweldige werkdrift heeft hij daar steeds gehad. Maar vooral ook, wat een kwaliteit hadden zijn schilderijen. De kunstverzamelaar Kees Schortemeijer leerde Chabot al vroeg in de jaren 20 kennen. Hij bezocht Chabot vrijwel dagelijks in zijn atelier en schreef over de gesprekken en ervaringen met hem. Mijn vader zei altijd, ik verzamel op schoonheid. Van klein kind af aan heeft hij verzameld en geordend. Ook altijd zelf getekend. Hij heeft altijd een brede belangstelling gehad. Het verzamelen was ook een manier om de wereld van de schone kunsten te begrijpen. Om vat te krijgen op de zaak. Hij zei altijd, wat ik gekocht heb, heb ik uit liefde gekocht. En kunst dient in de eerste plaats je ziel te raken. Ook in de laatste plaats. Het leek hem allemaal gemakkelijk af te gaan. Ik zeg leek, want makkelijk was het beslist niet. Ik weet dat hij er hard tegenaan heeft moeten gaan en dat het hem een stuk van zijn leven kostte. Hij gunde zich immers geen recreatie, geen relaxen. Als je hem in zijn stoel aantrof, was hij nog aan het werk. Hij had, laat ik zeggen, niks, uiterlijk niks van een kunstenaar. Ik bedoel, hij had geen fluwelen jasjes en een slappe hoed. Dat was er allemaal niet bij. Maar je kon wel zien dat dit was echt de man die leefde alleen voor zijn werk. Die heeft er ook veel voor opgeofferd, volgens mij. Wat het belangrijkste voor hem was, werken. Hè? Zijn schilderijen kunnen maken met op wat voor materiaal dan ook. En dat was zo duidelijk, helemaal in de hele houding van zo'n man. Absoluut geen pose of wat dan ook. Geen mondaniteit, geen aandacht willen trekken of nergens. Nee, het was een hele gewone, eerlijke, hardwerkende man die heilig geloofde in wat hij deed. Tante Toon, oom Henk, daar kwamen wij eigenlijk heel vaak. Daarom vind ik het zo leuk om hier nu in de tuin te staan nog. Wat er tenminste nog van de tuin over is. Aan de boezem. Want ik bracht eigenlijk vooral ook na het overlijden van oom Henk een heel groot deel van mijn jeugd hierdoor. Henk had geen behoefte aan ontspanning. Als hij maar kon schilderen, elke dag, hard, zonder verpozen. Hij kon dat, hij was nooit leeg, altijd weer nieuwe inspiratie. God, hoe kan hij dat, dacht ik dikwijls, als ik bij hem op visite was. Terwijl ik met mijn gedachten op het dijkje in de verte stond te staren over de polder en het water. Henk keek ook over het land en het water, maar op een andere manier dan ik. Hij droomde niet. Hij zag de polder en de boer met zijn vee reeds op een doek neergepenseeld. Ik heb het ook altijd prachtig gevonden. Ik bedoel, wij zijn er, mijn broer Mark en ik zijn er. Toen we een jaar of 7, 8 waren, zijn wij bij ze op bezoek geweest aan de Rotte, dat kleine
arbeidershuisje, maar echt wat je noemt zo'n boerenarbeidershuisje. Wat, ja, wat wij eigenlijk niet kenden. En dat was een rotzooi, een klompen en een groot kolenhaard. En ik had het idee ook dat hij op een gegeven moment nog ontploft was, weet je. Dus geromantiseerd heb ik het ook. Maar ja, ik vond dat prachtig. En die koeien ook. En het, ik heb heel lang, toen ik op de middelbare school zat, heb ik zo'n affiche van die koeien gehad. En op mijn kamer. En ik zag er ook steeds meer mensen in. En als je nu nog steeds aan mij vraagt van, wat is eigenlijk het mooiste dier dat je kent? Dan zeg ik de koe. Want die lijkt zo op mensen. Nou ja, lacht iedereen zo rot. Zeg, maar dat is het. En dat is voor mij ook, ook Chabot. Dat aardse, die handen. Die handen. Ongelooflijk, ja. Die koppen. Je kunt niet zeggen, het zijn idioten. Maar je doet je nu dan ook wel eens aan Vazalis denken van de idioten in het bad. En ja, dat is ook zo'n gedicht wat je kende. Maar ja, Chabot heeft altijd grote invloed gehad. En, ja, en als er dan mensen waren die hem ook kenden, vond ik dat prachtig, ja. Het was wel een man die in die tijd, zo in de 50e jaren, voor ons echt belangrijk was. We hielden van het expressionisme, dat Nederlandse, dat ook het Vlaamse expressionisme, maar ook de Groningers. Maar Chabot had natuurlijk een hele specifieke plaats in dat geheel. Hij is nu geheel opgenomen in de schildering van landschappen, gezien bij hem langs de Rotte, waar de wijde hemel nog over het verre land koepelt, waar zware, sombere luchten en wolkenvelden overdrijven, wat hem machtig imponeert. Hij ziet kleuren en weet ze toe te passen. Hij maakt boeiend werk, werk dat je in beslag neemt, dat aanzet tot nadenken. Hij is doorgedrongen tot de kern. Hij heeft kennis gemaakt met de ware natuur, in al zijn vormen, in al zijn uitingen. Iets wat men uitdrukt met het goddelijk element. Chabot was zo'n 20 jaar jonger dan mijn vader. Dus voor mijn vader was het ook eigenlijk een jonge man die een kunstenaar was, die hij ontdekt heeft, weet je wel, voor zichzelf, dat gevoel. En dan was mijn vader iemand die daarheen ging en de verhalen wilde horen van hoe doe je dat. En dat deed hij met al de schrijvers en schilders. Want ja, het was de tijd van Herman Heijermans. Ja, die kwamen bij elkaar op bezoek en vertelden dan, ja, onder een glas wijn, een mooi glas wijn, vertelden ze dan over de wereld, over het aardse, hoe het veranderen moet. Maar heel erg begaan. Mijn vader was niet een socialist, maar hij was heel, heel begaan met de wantoestanden. En ja, Chabot paste daar helemaal in. Ik herinner me in het begin van de oorlog, mei 1940, enkele dagen na het bombardement, dat we erheen gingen. Dat we er naartoe fietsten, in de binnenstad was alles kapot en de kolenhopen bij het Maasstation lagen nog te branden. We gingen dwars door de polder, het was meer dan een uur fietsen. Ook het atelier van Chabot kan ik me goed herinneren. In de hongerwinter, toen was het natuurlijk in Rotterdam, waar mijn ouders woonden, was het heel erg. Mensen hadden bijna geen eten meer, kregen een half broodje in de week per persoon. En toen mocht ik bij mijn oom en tante komen. Die hadden gevraagd op die boerderij, waar ze wel melk en eten haalden, of ik daar mocht komen eten. En dan sliep ik bij mijn oom en tante en ik was op de dag op die boerderij. Daar hadden ze een dochtertje, iets jonger dan ik, en een babytje, wat ik erg leuk vond. En daar ging ik eigenlijk 's morgens al heen voor het ontbijt. Mijn oom was dus kunstschilder en die had zijn atelier in een schuurtje, dat was wat uitgebouwd achter het huis. Eigenlijk heel primitief voor zo'n man die toch eigenlijk wel geweldig schilderde. Maar hij was daar tevreden mee. Er stond een klein potkacheltje in waar het mee verwarmd werd. Mijn oom heeft van die oorlog echt een tik gehad. Hij kon helemaal niet tegen die oorlog. Hij vond dat verschrikkelijk wat de mensen elkaar aandeden. En hij wilde dus ook niet voor die cultuurkamer werken.
En daardoor kreeg hij ook geen verf. Daarom zijn zijn schilderijen, vooral in plaats van de oorlog, erg somber allemaal. Hij had alleen maar donkere kleuren. Bij de cultuurkamer stond Henk geboekstaafd als de man die ontaarde kunst maakte. Niet dat hem dat wat kon schelen, maar het idee dat de vrijheid in zijn kunstuitingen aan banden kon worden gelegd, pikte hij niet. Henk ging toch gewoon zijn gang en negeerde de cultuurkamer. En hij heeft na de bevrijding, ik geloof van een Joodse vrouw, heeft hij toen veel verf gekregen. Want dat eerste schilderij, dat landschap, hij noemde dat Vrede. Dat is gelijk een korenveld, hè, met geel, met allemaal hele mooie lichte kleuren. Chabot heeft in die oorlogsjaren wel geproduceerd met de middelen die hij tot zijn beschikking had. Hij weigerde ergens zich bij aan te sluiten, dus had ook geen materialen. De materialen die hij had waren van of van voor de oorlog of van wat hij kreeg van vrienden, kennissen, collega's die hem dat dan gunden. Maar ja, een van de redenen waarom dat werk allemaal zo somber is, is omdat ja, de kleuren waren op. Dus er was niks anders dan, het was somber en hij kon niet anders maken dan somber, want hij had niet zoveel keuzes. En hij weigerde uit principe. En ja, die wetenschap, dat is gewoon terug te zien in dat werk. En dat fascineerde mijn opa en oma heel erg. Dat was zo boeiend. En die waren daar zo door gegrepen dat die zijn dat gaan verzamelen. En ja, ook daar is weer een bijzondere band uit ontstaan. Zij herkennen de kwaliteit van de werken die in de oorlog zijn gemaakt en kopen deze één voor één aan. Vanaf de jaren 60 stellen zij hun woning open voor publiek. Dit is het eerste museum Hendrik Chabot in Hilgersberg. We waren omgeven door mooie schilderijen, door mooie meubels en door de kleine dingen die ze voor elkaar hadden gekocht. En pas later, op de middelbare school, is me duidelijk geworden wat het nou precies inhoudt, hoe mooi het was. Als kind vertelde mijn vader, ieder schilderij had een verhaal. Alle schilderijen werden zeg maar op die manier door mij als kind, en ik denk ook door mijn broers en zussen, beleefd als bijzonder. Ik ben daarin groot geworden. Ik ben mijn neefjes, mijn nichtjes en mijn broer. Wij gingen op onze driewieler door het museum. Wij hebben ook als familie een heel ander concept bij het Chabot Museum. Wij hingen klokken aan de muur, daar woonde je, daar ging je tussen de schilderijen, deed je met z'n allen eten, vierden we Sinterklaas. En in de kelder zo af en toe mocht je voetballen tussen al het werk, als je maar niet op de muur schoot. En dat is altijd goed gegaan. Dus ja, op de een of andere manier is dat waarschijnlijk een onderbewust gevoel van gehad dat je daar met een bepaalde respect toch tussen kon functioneren. Dit schilderij, daar vertelde mijn vader het verhaal bij van Pien. Dit zijn twee wachtende vrouwen. Je moet je voorstellen dat het hongerwinter is. En in die hongerwinter had je niet voldoende eten. En dan moesten mensen in de rij staan om eten te halen. En moet je kijken, deze mevrouw die denkt misschien wel aan haar zoon die in de oorlog is. En die mevrouw die denkt misschien wel, ik hoop dat ik vandaag brood krijg, dat mijn kinderen eten kunnen krijgen. En moet je kijken, die ogen. Zie je daar dat lichtpuntje? Dat zit naast de pupil. Dat is het licht in de ogen. En moet je kijken hoe die sjaal gemaakt heeft. Het zijn gewoon een paar verfstreken en toch is het een sjaal. En de achtergrond, die heeft hij echt heel donker gemaakt. En hier zie je toch een vleugje van licht. En dat vleugje van licht, dat geeft misschien wel het verlangen en de mogelijkheid weer dat de oorlog binnenkort afgelopen is. Verwerven of kopen van dat werk, dat ging allemaal heel moeilijk en stroef. Maar ja, voor Chabot was het ook moeilijk, want er was bijna niemand die financiële middelen had om dat aan te schaffen. Dus wat is opa met Chabot overeengekomen dat opa zou verzamelen en zou afbetalen.
in een periode van tijd. Want er was in die 5, 6 jaar van vlak voor tot net na de oorlog natuurlijk best wel wat geproduceerd door Chabot. En dat kon ook niet in één keer zomaar even gekocht worden. Dus die waren overeengekomen van, nou ja, ik wil het heel graag verzamelen. Ik kan het alleen niet nu allemaal tegelijk betalen, maar ik kan wel steeds een stukje betalen. Dus het werd een soort van koop op afbetaling deal. En uiteindelijk heeft dat voor mevrouw Chabot ertoe geleid dat mijn opa haar financieel gecompenseerd heeft voor de aankopen tot haar overlijden. Om ook andere perioden uit zijn oeuvre in het museum Hendrik Chabot te kunnen tonen, wordt een gedeelte van de collectie Schortemeyer door de familie Tol aangekocht. Met name beeldhouwwerken, grafiek en tekeningen worden op deze wijze verworven. De resterende collectie Schortemeyer met werken van Chabot en tijdgenoten is recentelijk aan het Chabot Museum geschonken. Als kind van net na de oorlog, ben van 43, woonden wij in Rotterdam, in Hilgersberg, Molenlaan. En er was heel weinig te doen. Gelukkig had ik een vader die helemaal gek was van schilders, kunstenaars. En een van de hoogtepunten in die tijd was dat ik als kind met hem mee mocht naar die kunstenaars. En een daarvan was Henk Chabot. En daar zijn in mijn gedachten herinneringen over waar je niet eens weet of ze waar zijn. Het is in ieder geval zo dat je altijd een heel warm gevoel had als je daar was. En het was een heel raar contrast, want je kwam binnen en er was iets feerieks. En dan kwam je buiten en er was gewoon een stoepje, de rotte en een geit op het terras. Maar het belangrijkste wat je daar hebt meegekregen als kind, want het was niet één keer, het was twee keer, het was drie keer, het was vaak dat we zondagsmiddags daarheen gingen. En een van de schilderijen die toen, ik weet niet precies, maar wel tussen 46 en zijn dood is gemaakt, is landschap, maanlandschap aan de Rotte. En dat is voor mij eigenlijk een goedkope, aangewaaide passie en liefde voor de schilderkunst en voor überhaupt de kunst geworden, wat als kind zich gezetteld heeft en nooit meer over is gegaan. Dit maanlandschap aan de Rotte is nog, na meer dan 60 jaar, nog altijd een schilderij waar ik dagelijks langsloop, dagelijks voor ga staan. Ga kijken en geniet van de prachtige kleuren, de techniek die man heeft gehad om dit te maken. Ja, kijk, dat ken ik in mijn hoofd. Dus dat heb ik vroeger altijd gezien. Nou, ik vind het een fantastisch schilderij. Ja, ik noem dat een beetje direct. Een beetje directe voorstelling. Hoe het geschilderd is. Ja, een beetje hard. Het is natuurlijk niet hard, maar ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Ik vind het een heel bijzonder schilderij.